Dinsdagochtend is een fietser om het leven gekomen door een zwaar ongeluk op een smalle weg langs de Westzeedijk in Muiden. De fietser werd geschept door een vrachtwagen op een afgelegen dijkweggetje. Het slachtoffer raakte na de botsing bekneld onder de vrachtwagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer lange tijd geprobeerd te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het smalle weggetje ter hoogte van Fort de Westbatterij wordt doorgaans niet gebruikt door autoverkeer. De weg leidt naar het Jan Kersterpad langs de voormalige volkstuinen. Daar wordt momenteel gebouwd aan een woonwijk waardoor er wel veel werkverkeer is. De politie heeft de omgeving van het ongeluk afgezet voor onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.